We staan hier midden in Waranden bij een telefooncel. En uiteindelijk zijn er 10 telefooncellen in heel Waranden geplaatst. Die hebben we hier ingezet om vanuit het thema communicatie en verbinding een verbinding te leggen met de eerste bewoners van Waranden. En we hebben de kunstenaars uitgenodigd om per vitrine iets unieks te maken over het thema communicatie en verbinding. Hoi, nou, ik ben Isis, ik heb dit beeld gemaakt. Het gaat over de innerlijke wijsheid die we eigenlijk allemaal bezitten. Waar ieder een kind, je wordt daar als kind mee geboren met die innerlijke wijsheid. Alleen gaandeweg in je leven gebeuren er dingen dat je dat wel eens vergeet om ernaar te luisteren. Dus probeer te luisteren naar je innerlijke zelf. Het voorste object beeldt de verbinding uit. De mooie warme kleuren. De gaten die de verbinding tussen. Nou ja, stel je voor entiteiten, mensen, mogelijk maken. Daarachter is sprake van binding, daar zitten geen gaten in. De communicatieverbinding probeer ik uit te beelden door de verbinding van het telefonie en verbinding van het internet en het verbinding van het contact hebben met elkaar. En tegenwoordig hebben we dus eigenlijk alleen maar bijna contact via de telefoon en via het internet, maar het echte contact blijft dus uit, waardoor er ook gewoon een rode muur in het midden staat. Ik vind het wel mooi. Op die cel komen allemaal tekeningetjes en recepten van vooral bloemen uit de natuur die je kan gebruiken voor allerlei heerlijke drankjes. Boeken zijn natuurlijk al heel lang het middel voor communicatie tussen mensen. Ik heb al eerder hier zo'n Little Free Library openbare boekenkast neergezet. Maar die heeft nogal wat last van regen en dergelijke. En zo'n telefooncel was bij uitstek geschikt om daar de boeken droger in te kunnen plaatsen. In september is het een helemaal een lustoord hier. Dat is wat, dan wil iedereen hier komen en een heerlijke limonade of een natuurwijn drinken. En dat is wat cel 9 inhoudt.